Zometeen gaat hij naar Roemenië. Wil je naar Roemenië? Dat is wel heftig, hè? Howdy, welkom bij een nieuwe aflevering van de Drie Gasten. Mijn naam is Dave. En ik ben Todd en vandaag gaan wij lekker de toeristen uithangen in Amsterdam. Met andere woorden, wij gaan op zoek naar de toeristenbussen en kijken of we met een toeristengroep kunnen aansluiten. Nou, één ding is zeker, aan onze outfits kan het vandaag niet liggen. Zeker niet. Nou, let's go on an adventure, man. Oké, we staan nu, we waren gaan het prepareren en dan staat hier gewoon nu opeens een bus. We gaan hier aansluiten. Geen idee waar we uitkomen, we zitten nu gewoon in een pocket. Ze gaan tellen. Ze zijn aan het tellen. Ik ben bang dat we nu worden gesnapt. Wij spelen gewoon de vermoorde onschuld. Dat weet ik zelfs. Ja. De telronde is voorbij. Waar wil je uitkomen? Want volgens mij mogen we gewoon mee. Ja? Oh ja, ze zit gewoon al achter het stuur. Ze zit achter het stuur, shit. Volendam. Ik wil ook Volendam. Ik wil met zo'n jurk en al en ik wil een foto hebben. Oké, Volendam, here we come. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome in this bus to Lelystad, Batavia Stad Fashion Outlet. The fare is 15 euros. Return trip. Thank you. Batavia Stad. Dat is echt. Dat is mijn nachtmerrie, gast. Yo, oké, Bavaria Stad. Batavia Stad. Oh, Batavia Stad. Ik dacht Bavaria Stad. Dat klonk nog wel leuk. Maar Batavia Stad, het kost geld. Ja, het kost geld. Maar dat hebben we niet. Nee. En ik heb helemaal geen zin in Lelystad. Ik ook niet. Kunnen we uitstappen? Ja, kom, gaan eruit. Kijk dit dan. Nee. Dat zijn gewoon Roemenen allemaal. Wil je naar Roemenië, Joost? Does this bus go to Romania? Yeah? When? Sorry? So when does this bus leave? Now we are just going. Oh, alright, cool, thanks. Zullen we gewoon pauze of zo? Zometeen gaat hij naar Roemenië. Wil je naar Roemenië? Dat is wel heftig, hè? Nee, ik wil niet naar Roemenië. Nee, ik ook niet eruit. Je kan gewoon instappen. Nieuw bus? Nieuw bus, groene bus. Er stapt een politieagent in. Oh, die bussen worden gewoon gecontroleerd, joh. Fuck die shit. Kut, zo'n bus moeten we hebben, hè? Eigenlijk wel, hè? Waarom stopt hij hier niet? Volgens mij is dit gewoon een geduld hebben, dagje. Ik kan wel eens heel lang gaan leren voordat we een juiste bus hebben gevonden. Maar als die er is, dan gaan we helemaal los. Yep! Deze gaan we pakken gewoon. Dit is een tourbus. Ja, hij heeft ook een bordje in zijn hand. Hij zit wel helemaal vol. Oh, je kunt er niet eens meer bij, man. Dit is groep 7. We moeten gewoon niet meer met deze mensen meelopen. We lopen gewoon met hen mee. Een bootreis, gast. Er staat Aida op zijn bordje. Wat vet. Dik, hè? Maar daar kom je niet zomaar op, hè? Laten we gewoon maar meelopen. Ik heb geen idee waar we naartoe gaan, Joost. Zoals je hoort zitten we nu op de boot, op een Duitse boot. Het zijn allemaal Duitsers die elkaar volgens mij kennen. Maar goed, laat het avontuur beginnen. En dat was een weggegooid uurtje. Op naar de volgende tour. We gaan meteen instappen. Zullen we anders even googlen? Tour to Volendam. Ja, is goed. Die opstapplaats, die is op het Damrak. We moeten daar informeren. Zo'n ticket in Volendam, dus dat is 60 euro. Ja, niet normaal, dat gaan we niet betalen. We moeten even weten waar die bus vertrekt. So, just come here half an hour before. Ja. Yeah. And the guide brings you to the bus. Ah, very good. Ja, yeah, thank you very much. Er komt een groep hier met een tourguide en die neemt ons mee richting de bus. Maar ik heb geen idee hoe dat zit met tickets en zo, want die hebben we niet. Oké. Volgens mij wordt het moeilijkste gedeelte instappen. Ik denk ook. Volgens mij heeft iedereen gewoon een kaartje. Ik zie iedereen met een kaartje lopen. Ja, je komt hier gewoon niet in. Hier achter nu. Die is ook. Oh, hier? Heb je het al gezien? Volgens mij niet.
Dus deze bus is normaal gesproken 60 euro per persoon waard. En wij zijn er binnen. Als je gewoon naar binnen rent, ben je klaar. We hebben dit zo sneaky gedaan. We renden in één keer. In één keer was die vrouw weg. En we blazen. Dit is. Je hoorde dus net dat we naar het veld gaan en we zitten in de verkeerde bus, we gaan helemaal niet naar Volendam. Oei. We gaan naar Maduro dan. Ja. Ja, en weet je wat nog het allerfijnste is van deze tour? Dat hier staat dat het 5,5 uur duurt. Fuck my life. Ik vind het zielig voor toeristen trouwens. Ik vind het echt zielig voor toeristen. Door naar de volgende activiteit. Ja, oké, we zijn nu bij Maduro Dam. We worden net in de bus dat we tickets moeten pakken, toch? Ja. Dus die krijgen we. Die krijgen we. Maar die moeten we wel vragen bij de reisleider. Precies, ik hoop niet dat we onze eigen tickets moeten laten zien. Want dan zijn we de lul. Echt, maar we volgen gewoon deze mensen. Dit gaat volgens mij niet kloppen. De laatste twee die mogen niet van de groep. Yep. Komen twee tickets tekort dan. Yep. Dus gaan op iemand anders tickets. Die twee personen zijn even nooit de lul, ouwe. Nee. Dat is heel simpel. Drijven ze lul. Ja. Ja, thank you very much. Eén keer en twee, twee keer en twee. Thank you. Thank you. Makkelijk. Yo. Loop je Maduro Dam. Dan ben je toerist in Nederland. Dan heb je zoveel leuke dingen te doen. En dan krijg je van een reisorganisatie die dit allemaal faciliteert voor 60 euro zo belachelijk veel kak. Wat is het? Delft Blauw. Ja, zeg maar zo'n museum. Niet normaal. En dan krijg je een beetje miniatuurtjes voorgeschoteld voor 60 euro. En een kakverhaal in de bus over Den Haag. That's it. Eindelijk weer in Amsterdam. Ja, we kunnen wel doen alsof we het heel leuk hebben gehad, maar het was gewoon eigenlijk stiekem heel kut. Nee, ik vond het gezellig met jou, maar het is het geld absoluut niet waard. Nee. Het is een trip van 3 keer helemaal niks. Maar, lijkt zo leuk om het een keer te doen. Ik zou zeggen, spring gewoon lekker de bus in. U weet, vind jij het hartstikke leuk. Ja, zo simpel is het. Je hoeft er helemaal niet voor te betalen. Het is het geld niet waard. Nee. Niet doen. Vond je nou een leuke video? Doe een duimpje omhoog, lieve comment en abonneer ook zeker op ons kanaal, want we hebben nog veel meer leuke content. En volgende week zijn we er gewoon weer bij met een nieuwe video van de Gierige Gasten. Lekker gedaan, hè? Ja, jij ook. Kunnen we eindelijk onze lompenpakje weer uitdoen. Joejoe! Later! Wow. You think it was worth the money? What? You think it was worth the money? No. No. No, me neither.